Grote kans dat u haar al eens bent tegengekomen. Bianca, de trotse eigenaresse van Fit for All. Al dan niet in gezelschap van haar dochter Zoe. Ja, eerst is het klaar. Ga eens een stukje naar rechts. Nee, links was toch beter. Zoe, ga er eens bij staan. Allee, ga erbij. Een beetje staan. Afgezien van de professionele zorg voor de gezondheid van haar klanten, is Bianca altijd bereid iemand in de problemen met raad en daad bij te staan. Kelly? Oh, wat doe jij hier? Wat is? Mijn vader vermoord me. Voor wat? Ik mocht eigenlijk de stad niet in. Is niet zo fijn, hè? Allee, ik breng je wel even. Soms echter wordt een goede raad anders opgenomen dan Bianca haar bedoeld had. Dat vind ik echt, serieus vind ik gewoon niet kunnen. Nee, maar daar pas ik echt voor, Bianca. Daar heb ik geen zin in om zoiets van jou te horen. Ook met de autoriteiten is een aanvaring niet altijd te vermijden. Goedemorgen. Wij komen voor... U kunt daar een nummertje pakken. Maar we hebben een afspraak. Ja, dat zeggen we allemaal. Maar dat betekent nog niet dat u mag voordringen. Ja, maar er is hier niemand. We pakken wel een nummertje. Maar over het algemeen wint Bianca zelfs de gewiekste politicus om haar vinger te winnen. Bianca, het is toch de vraag hoe jij zo eeuwig jong kunt blijven uitzien. Blijven bewegen, nou zou ik. Zou jij ook eens moeten doen. Ja, maar we bewegen de politiek van links naar rechts. Maar ja, naar de tenen bewegen, dat lukt niet. Nou, met je tong weet jij wel wat. Wie benieuwd is hoe het Bianca ondertussen verder is vergaan... Binnenkort volgen 4 nieuwe episoden van Bianca in de buurt. Hé, Marcel, wat is? Voel je niet goed? Je voelt je niet goed. Ik vind dat we er voor elkaar moeten zijn. Dat is de bottom line. Mijn moeder heeft haar scootmobiel nodig. Ze heeft u ook nodig. Ik ben er voor mijn moeder, meneer. Niet dat, Mert. Dat ander, Monique. Kers of abrikoos? Kers. En jij zei altijd dat het goed ging. Ik hoor alleen maar gezeur en gezeik. Is het toch nog allemaal goed gekomen? Ga naar huis. Ik heb zo'n hoofdpijn.